allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is zaterdag vandaag en voor jullie is het zondag. En vandaar dat er zondag twee video's komen in plaats van eentje. Dat heeft alles te maken met dat ik dus één dag voorliep door de tweedubbele aflevering van Wildlands in Emmen. Nou, even een kleine terugblik van mijn trip naar mijn trip naar de vakantie in Hof van Saxe en de trip naar Wildlands in Emmen. Nou, de trip in Hof van Saxe, ja, hoe is het mij bevallen daar zo? Ja, het is een mooi park, maar het is niet echt mijn park. Het is nogal abstract. Klassiek stijl en heel veel schilderijen, moderne kunst en het park is nogal koude kakkerig. Ik sprak een vrouw, die had zo'n vreselijke aardappel in de mond dat ik er haast bijna niet kon verstaan. Dus het is niet echt, het is een leuk park, het huis is echt schitterend. Maar de omgeving is nogal kaal en het hoofdgebouw is niet echt mijn stijl. Als je op een gegeven moment de receptie ook binnenkomt, zoals jullie in dit filmpje kunnen zien. Ja, hier is de receptie. En, Grand Café. Het is echt druk. Kan het zijn dat het gewoon lukt? Ziekenhuis. Dan zien jullie ook dat het ziet er nogal uit als een ziekenhuis. En dat vind ik niet echt, dat is niet echt mooi. Dat had veel mooier gekund qua aankleding, decoratie. Het was nogal kil en het had nogal een enorme ziekenhuisgehalte. Dan het zwembad. Het zwembad, hoe was het daar? Het zwembad is klein, niet echt veel te doen. Alleen voor jonge kinderen en voor echte enorme durfhalsen die in de glijbaan durven. Nou ben ik niet echt een durfhals, dus ik ben niet in de glijbaan gegaan. En heb ik eigenlijk alleen maar eventjes een baantje getrokken. Even het andere zwembad bekeken. En eventjes een paar keer in de wildwaterbaan geweest achter elkaar. En voor de rest is het eigenlijk, sta je binnen een uurtje eigenlijk alweer buiten. Omdat je het dan alweer gezien hebt. Wel jammer. Maar misschien met de komst van het nieuwe glijbaan gaan ze misschien nog wel meer dingen doorvoeren. En ziet het er binnenkort wat mooier en strakker en beter uit en groter. Dan de recreatie. Ik bedoel in ieder geval de winkeltjes waar je wat kan gaan halen. Wij zijn alleen in de snackbar geweest. En ik geef de snackbar een 5 geef ik de snackbar. Ja, dat vind ik een mooie. De snackbar geef ik een 5. En hoezo komt dat? Nou, je krijgt op een gegeven moment zo'n ronde cirkel krijg je mee, weet je wel, die afgaat als je bestelling klaar is. En bij ons ging die na 20 minuten nog niet af. En ging mijn moeder verhaal halen van, joh, we zijn al 20 minuten aan het wachten. We zien iedereen er binnen en naar buiten komen. En wij waren ook nog aan de beurt. Nou, er werd wel adequaat gereageerd, maar we kregen op een gegeven moment kregen we onze bestelling. En dat was inmiddels koud geworden. Dus ik kon weer terug. Dan moet ik wel zeggen dat ik gelijk ook een nieuwe patat kreeg. Daarom is het cijfer toch een 5 geworden. Omdat de reactie daarop toch wel goed is. Maar ja,
Het moet eigenlijk in één keer goed zijn. En zeker als jij uitbater bent van een vakantiepark en een restaurant of een snackbar onderhoud. Dat je dan in ieder geval, ja, dan moet je wel zorgen dat het eten goed is. En dat was dus bij deze niet. En daarom dus een 5 voor de snackgelegenheid, de etenswaren op het park. Nou, het zwembad geef ik dus ook een 5, omdat het niet echt veel te doen was. De algehele sfeer op het park geef ik een 4. Er was niet veel te doen. Er was weinig te doen voor mijn doelgroep. En daarom geef ik het park qua exploitant voor dingen en zo, leuke dingen, geef ik het een 4. Het park was nogal vrij saai en was niks echt veel te beleven. Nou, het huisje vervolgens. Het huisje geef ik een hele dikke voldoende. Ik geef het huisje een 8. Ik geef het huisje een 8. Het was netjes, mooi, niet te strak, niet te oudbollig. Perfect. Echt een schitterend huisje. Ik heb nog nooit in. Ik ben zelf helemaal fan van Marveld Recreatie. Daar was het. Dat huisje zou ik echt een 9 geven. Omdat daar ook een bubbelbad en zo en een sauna in zit. Maar dit is echt een fantastisch mooi huisje. Als je echt een heel mooi luxe net huisje wil hebben. Lekker groot. Dan moet je echt zeker weten naar Hof van Saxe gaan. Want het huisje is echt prachtig. Top. Helemaal goed. Nou, hoe is mijn vakantie verder geweest? Nou, ik heb het wel naar mijn zin gehad. Ja, er was niet veel buiten het park verder te doen. Of in ieder geval in de hoofdplaza, zeg maar. De hoofdingang. Er was niet veel te doen. Het was nogal een saaie museum, ziekenhuisachtige bedoeling. Was het, en voor de rest was er echt niet veel te doen. Dan mijn trip naar Wildlands. Wildlands Emmen. Wildlands Adventure Zoo heet het in het volledig. Wildlands Adventure Zoo was leuk om gedaan te hebben. En ja, ik vond het wel leuk. Het was een leuke dag. Ik heb me leuk vermaakt. Het is niet een. Het is niet een dierentuin waar ik nou zou zeggen van god, dan ga ik een jaarabonnement verkopen en dan ga ik elk jaar net of elke week naartoe. Dat niet. Maar om het zo één keer in het half jaar te bezoeken. Ja, ik zou best volgend jaar zou ik het best wel nog een keer willen zien. Het was best wel leuk, een leuk park was het. Het was alleen jammer dat er heel veel kinderen waren. Die liepen te gillen. Dat kunnen jullie ook in de reportages horen. Er werd er niet echt adequaat op gereageerd. En maar het was echt het is echt een leuk park. En zeker de safari bus. Dat vond ik echt heel leuk gedaan. Je zat er ongeveer een minuut of 7 zat je erin. Maar het was echt hartstikke leuk om dat een keer gedaan te hebben. En ik vond het echt hartstikke leuk. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Nou, tot zover even het parkreview. Even een kleine update van wat ik van de vakantie vond. Ik ben inmiddels natuurlijk weer thuis. Ik heb vannacht weer de eerste nacht weer lekker in mijn eigen bedje geslapen. Dus ook wel weer lekker. Mijn 2 kindjes die zijn hier ook. Dus ik ben ook wel weer blij dat ik wel weer aan de andere kant ben. Ik ben ook wel weer blij dat ik weer thuis ben. Want ja, op een gegeven moment mis ik mijn vriendjes toch wel. Hé, Boquito? Ja, hè, Boquito, hè. Boquito is mijn vriend. Dus vandaar. Nou, om 3 komt er dus weer een tweede vlog. Dit was eventjes een review van vlog van hoe mijn vakantie geweest was. Hou het kanaal in de gaten. Dadelijk om 3 is er weer een nieuwe vlog.
Ik zou zeggen, doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie dadelijk om 3 uur bij de volgende vlog. Hier op It's Old Tracks. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.